Na een veelbesproken comeback die niet bepaald vlekkeloos verliep, lijkt Corden nu opnieuw een streep te zetten door zijn herintreden in de schijnwerpers. Na slechts 2,5 week trekt hij de stekker uit zijn theatertour, die eerder als een flop werd bestempeld. Opvallend genoeg heeft de Nederlandse entertainer ook al zijn aanwezigheid op Instagram laten verdwijnen, wat de speculaties rondom zijn welzijn en toekomstplannen alleen maar voedt. In een opvallende wending heeft Koorde besloten om zijn negen geplande concerten door heel Nederland te annuleren. De aankondiging komt als een teleurstelling voor de handvol mensen die daadwerkelijk kaartjes hadden gekocht, hoewel het aantal verkochte kaarten verre van indrukwekkend was. Manager Nathalie Moser deelt mee dat de annulering in overleg is genomen en benadrukt de impact van de kritiek op Korde. Hij kan niet met die kritiek omgaan. Het was echt te veel voor hem. Alles bij elkaar. Het is ook niet heel leuk om promo te blijven maken als zoiets afgezeken wordt. Media-analyst Rob Goossus deelt echter een kritisch perspectief en suggereert dat de slechte kaartverkoop mogelijk de werkelijke reden is achter deze abrupte annulering. Onverwachts, zeg je? In alle eerlijkheid, ik heb de afgelopen dagen zitten kijken of ik kaartjes kon krijgen voor zijn tour, omdat ik dacht, we hebben vorige week gezien dat hij vast Ik dacht, wie gaat er in vredesnaam kaartjes kopen? Gordon lijkt nu de media de schuld te geven voor zijn tegenvallende terugkeer, een wending die volgens sommigen als een smoesje wordt gezien om de gebrekkige interesse van het publiek te verdoezelen. Collega Lucky King deelt zijn teleurstelling over de mislukte comeback en Gerard Joling noemt het simpelweg een hele zure week. In de talkshow Vandaag in Inside speculeert René van der Gijp over de innerlijke strijd van Gordon en suggereert dat zijn onvermogen om kritiek te incasseren hem parten speelt. Collega Wilfred Gené en Johan Derksen sluiten zich aan bij het gevoel van medeleven, zei het met een zekere mate van desinteresse jegens Gordon's constante aanwezigheid in de media. Te midden van al deze reacties blijft de conclusie duidelijk: Gordon's poging tot een comeback lijkt opnieuw te zijn ontspoord, met vragen rondom zijn mentale welzijn en het vermogen om met kritiek om te gaan diepgaand in de schijnwerpers. Of dit het definitieve einde van zijn showbiz carrière betekent, blijft vooralsnog onduidelijk.